veel van die stoppers, Nadja zei dat die eerste maand van Buddy Deal dat het vrij vlot ging, maar dat het toch wel een proces was van vallen en opstaan. Die moeilijke momenten waar stoppers mee te maken hebben. Heb je daar tips voor? Hoe moet je daarmee omgaan met moeilijke momenten? Er zijn zeer veel tips voor moeilijke momenten. En rokers vragen zich soms af van, ja, wat moet ik nu juist doen? Wel, dat is voor iedereen anders, hè. Er zijn geen twee rokers bij wie hetzelfde werkt. Er zijn wel een paar algemene tips en die ga ik zeker nu geven. Die ga je ook krijgen in je rookstopkalender, die ga je ook lezen in de blog. Maar ik ga misschien beginnen met het belangrijkste en dat is, als ik morgen op reis wil gaan, alleen morgen niet, binnen 14 dagen, de 1e mei, dan is het wel heel belangrijk dat ik op voorhand nadenk wat ik in mijn rugzak steek. Hè. Je moet al eerst je reis boeken, je moet ze betalen enzovoort. Oké, de mensen zijn ingeschreven, maar dan moet ik nog tot 1 mei nadenken, wat ga ik nu meepakken? En je neemt beter iets te veel mee dan iets te weinig. Hè. Dat is waar, hè. Dat weten we als we op reis gaan. Dus ik heb hier zo het een en het ander in mijn rugzak zitten, waar dat je tijdens die rookstop gebruik kan van maken. Wat nemen we zeker altijd mee? Onze wandelschoenen, een zonnebril voor bijvoorbeeld is een pauzemoment te nemen. Het kan u misschien allemaal een beetje grappig overkomen, maar wat erin steekt, kan ik gebruiken. En elke afleiding werkt. Of dat dat nu een stressballetje is, of een glaasje water drinken. Je kan eens rondkijken in je huiskamer. Wat heb je staan om een dood moment of een moment dat je zin hebt in een sigaret. We hebben nu geen tijd, maar ik zou zeggen, anders konden wij hier een spelletje doen. Hè? Van die kleine spelletjes waar je niet zenuwachtig van wordt, waar je niet te veel moet over nadenken. Ik denk dan aan patience, aan blokken, aan hè, dingetjes die je op je gsm kan spelen, maar ook dingen. Of ik kan een keer iets in een boekje lezen. Magazine, de boekjes, hè, dat vraagt niet zoveel inspanning. En als ik wat meer tijd heb, kan ik ook een eigen boek uithalen. Of ik heb daar straks op de trein de metro meegepakt. Er staan heel veel mooie sudoku's en kruiswoordraadsels in. Dat zijn zo allemaal dingen die niet te veel tijd kosten, maar die je toch een paar minuten kunnen afleiden. En dat is net de tijd die je nodig hebt omdat de zin in een sigaret zou overgaan. En dan zijn er zo nog andere dingen. En dan haal ik graag mijn doos eventjes uit. Kijk eens aan, Veronique. Aradijsje, wat denk je van mijn knabbeldoos? Alsjeblieft. Ja, dank u. Wat is de bedoeling van mijn knabbeldoos? Wel, rokers zeggen vaak dat ze zin hebben om iets in hun mond te steken als vervanging. En als je natuurlijk gaat snoepjes en pralines heel de dag eten, dan kom je bij. Dat doen we beter niet. Als je 's morgens de tijd neemt die je anders besteedde aan snel een sigaret gaan roken om je knabbeldoos te maken, en dan kan je voor jezelf zeggen, ik eet alleen wat er in deze doos zit. Buiten je maaltijden. Natuurlijk mag je... Geen tijd voor een zoetje? Er is wel tijd voor een zoetje, natuurlijk. He, Sandra? Nootjes, tomaatjes, wat nog? Alles wat knabbelt en caloriearm is, dat kan erin. Ja? Maar we hebben tijd voor de zoete zonde. Nee, we gaan dat nu niet doen. Maar gun jezelf ook elke dag eens iets lekkers. Dat kan een chocolaatje zijn, dat kan een koekje zijn. Maar het feit dat je spreekt over een knabbeldoos maakt dat je niet moet beslissen. Omdat als je pakkoekjes open doet, hè, dan hebben we rap de neiging om alles op te eten. Dus alles wat jou kan helpen om afleiding te zoeken. Sommige mensen gaan, zoals ik zei, met die zonnebril eventjes in de natuur even een pauze nemen. Want een pauze is ook zeer belangrijk, omdat je als roker gewoon bent, niet alleen om die nicotine binnen te krijgen, maar om eventjes een rustmoment te hebben. En veel rokers kennen dat niet meer. Die zijn stoppers, bedoel ik. Hè. Ja, ja. Die zijn wat verloren. Zo van, wat moet ik nu in godsnaam doen op die momenten dat ik vroeger rookte? Mm-hmm. Wel, je moet eigenlijk alles dat je in het normale leven doet voor de eerste keer leren doen zonder sigaret. En dat vraagt natuurlijk tijd. Hè. Zoals ik daar straks zei, je rookt misschien 40 jaar. Je mag niet verwachten dat dingen die je zo lang doet, dat je die afleert op een paar dagen tijd. Hè. Dus dat gaat in je gedacht komen. Wees daar niet bang van. Denken aan roken mag. Hè. Zin in roken mag. En alles wat jou kan stimuleren, dat mag je gerust doen. Voor sommige mensen is dat misschien eens terug in de kookboeken snuisteren, favoriet receptje maken. Alcohol, dat is ook wat
Nadia zei in de getuigenis, de sociale verleidingen, zeker bij mensen die veel onder de mensen moeten komen, een glaasje drinken, veel met rokers in contact komen. Moet je die situaties vermijden? Ja en nee. De eerste dagen zou ik zeggen, gun jezelf die rust, trek je terug in je kokonnetje en ga de verleidingen een beetje uit de weg. Mm-hmm. Maar het is inderdaad wel de bedoeling dat je je gewoon leven kan blijven leiden met je vrienden, met de activiteiten die je gewoon bent. En daar horen dan die alcoholische drankjes soms wel bij. Hè. Nu, de stichting heeft ook een heel leuk boekje van de alcoholvrije cocktails, die mensen misschien kennen van de Tournee Mineral. Dus je kan hier ook eens inspiratie op doen. En het belangrijkste is, als je ergens bent, op een terrasje, op café, en je voelt de zin in roken opkomen, ga onmiddellijk weg uit die situatie. Dat zou zo'n reflex moeten worden van, ik ben hier weg, ik ga iets anders doen. Of ik ga aan iets anders denken. Met die sudoku bijvoorbeeld, of dat spelletje, ga je je hersenen. Of ik ga iets anders doen. Ik heb altijd iets in mijn handtas zitten om iets te doen. Ja? Je drinkt een glaasje water en je komt terug. En tegen dat je terug bent van toilet bijvoorbeeld, op je terras, is die goesting over. En dan heb ik nog eentje dat misschien nuttig kan zijn. En dat is de truc met het trekkertje. Dat wil zeggen dat je, als je zin hebt in een sigaret, dat je je concentreert op een andere plaats in je lichaam. En dat kan een reflex worden, waardoor je eigenlijk afgeleid wordt. Hersenen, wij denken dat altijd dat dat kan, maar onze hersenen kunnen geen twee dingen tegelijk. Ook geen vrouwen. Ja, vrouwen kunnen dat soms wel. Die denken dat ze dat kunnen, maar eigenlijk kunnen we geen twee dingen tegelijk.